Van der Linden schoot uit zijn voorzet tegen de lat, maar Van der Kuil joeg de terugspringende bal in de touw. Toen een op maat gesneden voorzet Van der Kuil bereikte, die eerst de paal trof, maar vervolgens raakschoot. Zelfs met 8-0 namen de Nederlanders nog geen genoegen. 5 minuten voor het einde namelijk schoot Van der Kuil nog 1 keer raak. Bracht Van der Kuil nummer 2 op zijn naam. Ook in de eerste helft had onze ploeg een veldoverwicht en dat werd bekroond met een doelpunt van Van der Kuil.